Goedemorgen. U kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op zondag 12 augustus. Er is veel bewolking boven Nederland en met name in het noorden valt er ook af en toe wat regen of motregen vanochtend. Vanmiddag blijft het wel droog. Het zuiden van het land heeft de meeste kans op zonneschijn. De temperatuur ligt vanochtend tussen de 15 en de 18 graden en er waait een matige tot vrij krachtige wind uit zuidelijke richtingen. Vanmiddag loopt de temperatuur flink op en wordt het zo'n 24 tot 28 graden. Nog steeds zien we in het noorden de meeste bewolking, in het zuiden zijn meer opklaringen. Vanavond wolkenvelden en opklaringen en nog steeds vrij zacht met 20 tot 23 graden. Maar vanuit het zuidwesten neemt wel de bewolking toe en vannacht gaat er dan buiige regen vallen. Lokaal kan het ook gaan onweren. En ook morgen overdag vallen er een aantal stevige onweersbuien bij temperaturen tussen de 21 en 24 graden. Lokaal kan flink wat water vallen, er is ook kans op hagel en windstoten. En dat betekent dat plaatselijk de buien tot overlast kunnen Leiden. Dinsdag, woensdag en donderdag wisselend bewolkt met af en toe zon en ook enkele buien. De temperatuur krabbelt wat op. Donderdag wordt het 23 tot 29 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Nog een fijne dag.